zoenen, kussen, betasten, seks. Misschien dat ik een ander meisje wel tegenkom wat gewoon qua innerlijk goed is, mooi uitziet. Dan kan het wel worden, maar niet met Cynthia. Dat is niet te menen. Oh, wat de hel. Dat is niet wat is te dit menen. Nou weer? Hoi. De laatste keer was je nogal claimen na de seks, maar ik zou je zo nog kunnen. Dit is Rick, dit is mijn ex. Hoi, ik ben Rick en ik ben de ex van Cynthia. We hebben elkaar leren kennen toen hij bij mij in Arnhem was, op de Korenmarkt. Daar kun je lekker uitgaan en daar heb ik hem ontmoet, in een club. Ja, na die tijd hebben we seks gehad, in een steegje, buiten. Maar hij was al kort, ja, dat is ook seks. Wat hebben we gedaan? Oh ja, we hebben samen gezopen en gewoon gezelligheid met elkaar. Mijn eerste indruk van Cynthia was dat ze er goed uitzag, anders dan anderen. Zag er mooi uit. Ik dacht meteen, die moet ik hebben. Maar dat vond hij denk ik een beetje benauwd. Ja, nee, ik vond hem wel knap eruit zien, ja. Als je innerlijk wat minder. Ik hoorde dat ze meedoen aan Ex on the Beach, vond ik wel leuk, want ik wou zelf ook graag meedoen. Dus het kwam goed uit. Ik had niet verwacht dat Rick zou komen. Ik zou niet specifiek voor haar gaan, dus als zij met een ander hier zou zitten, dan zou me dat niks boeien. Want ik kom hier ook voor lust en niet voor liefde. Ik vind het wel leuk dat hij is gekomen. Ik vind hem wel de knapste van iedereen. We hebben wel seks gehad de eerste dag, gelijk. Ja, we hebben ook niet ruzie de eerste keer toen we op het strand. Was wel een beetje koppig, omdat ik haar natuurlijk geblokkeerd heb. Maar daarna was het hier was het wel prima. Of wij een goede match waren? Ik vind van wel, op uiterlijk gebied dan. Innerlijk gebied niet. Hij mag alleen wel wat breder worden, dat is alles. Voor de rest is hij heel knap. Ja, we waren wel gewoon prima. Alleen, ze was klemerig en daar hou ik niet van. Wij zijn exen van elkaar omdat hij heeft mij overal op geblokkeerd. Omdat hij mij te klemerig vond, blijkbaar. Maar ik vond dat wel meevallen. Ja, ik heb het afgekapt omdat het heel erg klemerig was en me zit terug. En het berichtjes wou sturen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik wou gewoon door naar andere vrouwen en niet bij eentje blijven. Ik heb Cynthia geblokkeerd op Snapchat en op Instagram, omdat ze daar bleef praten. Dus ik was er klaar mee. Als hij dat vindt, dan moet hij dat lekker zelf weten. De eerste keer seks was kort, want het was buiten en we hadden niet alle tijd. Dus het kon beter, uitgebreider. We hebben niet echt seks gehad, maar het was wel prima. Ik denk dat het favoriet standje Doggy is, maar dat is gewoon een gok, ik weet niet. Ik wil gewoon lekker tegen de muur aangedrukt worden en plat geknepen worden. Mijn keel stopt dicht. Weet ik veel wat zijn favoriete standje is? Doggy of zo? Moet je hem vragen? Mijn favoriete standje is ook doggy stijl. Omdat je dan lekker dominant kan zijn, haren trekken, billen slaan. Daar hou ik wel van. Met Rick geen relatie, nee. Meer op lustgebied. Maar ik vind zijn karakter trekt mij ook helemaal niet aan. Ik vind het een beetje mol. Ik denk niet dat het nog wat geworden na die tijd. Omdat ik gewoon, ja, het ziet er gewoon goed uit, maar het is niet innerlijk niet mijn type. Ja, ik op seksueel gebied wel. Zoenen, kussen, betasten, seks, relatie niet, nooit niet. Misschien dat ik een ander meisje wel tegenkom wat gewoon qua innerlijk goed is, mooi uitziet. Dan kan het wel worden, maar niet met Cynthia. Ex on the Beach, Double Dutch. Elke zondag om 10 uur op MTV.